maatregelen die er gelden. Maar het is wel positief dat we kunnen blijven koersen, dat we kunnen koers kijken, dat we kunnen koers volgen. Teletto Isorex met onze ploegleider Peter Bouwens, die nu het blad komen tekenen. Voilà, ze komen ondertussen ook op het podium. En we gaan zich hier aan u voorstellen, de Tartelletto Isorex ploeg voor vandaag. Amsterdam met het nummer 28, Florian Vermeers. Voilà, met het nummer 18, Philippe Gilbert. Het is ook niet super lang, het is 240, dus ik denk dat het te doen is. We zullen zien, het WK is altijd speciaal. Ja. Zeggen ik vandaag op Krijg van Avermaat in dit Belgische kampioenschap. Van CCC vandaag zullen vertegenwoordigen op het Belgische kampioenschap met het nummer 39, Greg van Avermaat. Nummer 40, Gijs van Hoeken. Nummer 41, Nathan van Hooijdonk. En met het nummer 42, Guillaume van Kersbul. Heren, heel veel succes vandaag. Kunnen we nu de ploeg voorstellen die vandaag voor de Koning Quickstep zal deelnemen aan het Belgische kampioenschap. Vandaag Alpes en Phoenix vertegenwoordigen in het Belgische kampioenschap. De man met het nummer 1, Tim Merlier. Nummer 2, Dries de Bond. Nummer 3, Floris de Tier. Koersdirecteur Erik de Met stelt zich echt met rode vlag. Het startschot wordt gegeven en we wensen allen heel veel succes vandaag. Is op Kiel, dit eigenlijk Sankara Sikura. Jongens, hoe het boven succes, onze vriend als Sankara de Belgische. Ja, en hier met het nummer 66, Laurens de Vreese, die als allerlaatste
Voilà, ik wens alle aanwezigen nog een prachtige zonnige dinsdag namiddag toe. Misschien wel een aantal, misschien het parcours nog van dit Belgische kampioenschap. Zo niet, kan je het allemaal live bekijken op de VRT op 1. Voilà, en wie weet, dan even in welzijn horen en zien we elkaar terug komend jaar in 2021 voor de volgende editie van Halle in de Hooijgaard.